Eén gast. Twee interviewers. Dit is 2 tegen 1. Bestuurders, kunstenaars, ondernemers, sporters, politici. Ze zitten allemaal aan tafel bij Smalen en Van Geffen. Welkom bij 2 tegen 1. Ook in Zoetermeer staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. 3 maart is het zover. Tot die tijd blikt meer Zoetermeer vooruit met lijsttrekkers van verschillende partijen. Vanavond een nieuwkomer aan het front, Hans Zijlstra, lijsttrekker van Groep Hop. Welkom. Groep Hop, toch wel de grote onbekende, denk ik, hier van de deelnemende partij. De Partij voor de Onafhankelijke Burger, als ik me niet vergis. Ja, dat is inderdaad... Wie is die onafhankelijke burger? De onafhankelijke burger, dat zou de burger in, dat zouden alle burgers van Zoetermeer moeten zijn. Die kunnen kiezen op basis van alle informatie. Informatie op het moment dat je als burger ergens voor moet kiezen, het maakt of het is een vernieuwing in de stad of een bedrijf in het industrieterrein die stoffen de wereld in helpt, dan zou je dat als burger moeten weten wat daar allemaal gebeurt. Wat wij zien in den landen is dat heel veel besluiten worden genomen zonder dat burgers alle relevante informatie hebben kunnen zien. Dat is een van de belangrijke punten, dat wij zeggen van oké, als gemeente zijnde ben je verantwoordelijk voor de burgers. En je moet ze wel, ook de burger moet een wel overwogen besluit kunnen nemen op basis van alle relevante informatie. Als voorbeeldje voor politieke partijen, we mochten plakken, daar is een APV voor gemaakt. Die is geldig vanaf 1 januari. APV is een algemene plaatselijke verordening. Ja. En dat ging over het gebruik van de verkiezingsborden. Ik kan hem niet vinden. Ik heb het convenant ondertekend, maar ik kan de APV niet vinden op de site van de gemeente. Het is een heel klein detail, ja, maar het is een voorbeeld voor meerdere zaken. In plaats van Groep Hop hadden jullie beter Groep WOP kunnen heten, denk ik. Wet Openbaarheid Bestuur, ja, waar journalisten veel gebruik van maken om alles naar boven te krijgen. Niet alleen journalisten. Eergisteren hebben we 441 WOP-verzoekjes eruit gedaan. Naar 441, niet minder dan dat. Precies, okay. Ja. Waar gaat het dan over? In dit geval hadden we we hebben een procedure gevoerd, tenminste ik heb een procedure gevoerd, omdat in Ermelo, waar mijn collega Groep Hop lijsttrekker deelnam, en die zag ongeregeldheden in de kandidaatstellingen. Daar hebben we naar voren gebracht, want we zagen knip- en plakwerk van de grote partijen. VVD, machtigingen, blanco machtigingsformulieren die waren ingediend. Gesjoemel in Ermelo? Ja. En daar hebben wij ons over beklaagd. De Raad van State heeft echter gemeente dat het allemaal kon. Niks aan de hand. Ja. Nou, dat is interessant voor de collega's van Meer Ermelo, denk ik. Maar laten wij ons even focussen op Meer Zoetermeer. Wat wil Groep Hop met Zoetermeer de komende 4 jaar? Nou ja, wat we zoal hebben gesteld is de openbaarheid, de informatie. Dus in een debat in de Zoetelaar kwam onder andere naar voren dat burgers ontberen informatie. Mm-hmm. Waarvan alle partijen zeiden, ja, daar moeten we wat aan doen. Nou goed, wij hebben dat specifiek als programmapunt dat alle informatie moet op internet komen. Dus de gemeente moet alles op internet zetten. Maar we zijn een ICT-stad. Een ander programmapunt dat we hebben is dus zorgen dat die burger ook op internet kan. Dus iedereen internet. Alle burgers moeten op internet kunnen. En als ze dat niet kunnen, dan krijgen ze een computer, maar ze kunnen allemaal op internet. Zodat ze ook werkelijk de toegang hebben tot alle informatie, want dat vinden alle partijen belangrijk. Daarnaast zijn er een aantal zaken in Zoetermeer met betrekking tot het onderwijs. We gaan nu weer samen naar school, het project. Er komt nu de nieuwe stap, passend onderwijs. Het nieuwe programmapunt van het ministerie van OCW. Waar de gemeente een regierol gaat krijgen in het passende onderwijs. Alle leerlingen moeten passend onderwijs krijgen. Mijn kinderen als voorbeeld, die gaan naar een cluster 4 school hier in Zoetermeer. En dat houdt in? Dat is, even kijken, de school voor kinderen met gedragsproblemen. Okay. Het vervolg op onderwijs zit in Leiden. In Zoetermeer heb je dat niet. Er is geen vervolg op onderwijs voor cluster 4. Zoetermeer zit niet gekoppeld aan... Zij zit op de Leo Kannerschool, die ook in Leiden de vervolgopleiding heeft. Maar Holland Rijnland gooit de grenzen dicht. Die zegt van, kinderen uit Rijnland gaan voor. Dat betekent dat mijn kinderen zometeen gewoon een houten niet naar school kunnen, want Holland Rijnland zegt vol is vol. Okay. De school die wil investeren, die wil dus uitbreiden, meer plaatsen. Alleen daarvoor moet de gemeente als regierol in het samenwerkingsverband komen, zodat mijn kinderen zometeen, en niet alleen mijn kinderen, maar ook andere kinderen van
Zoetermeer, dat die ook gewoon naar die school toe kunnen. Kortom, groep HOP wil vooral dingen. Hè? Jullie willen dat alle Zoetermeerders op internet kunnen. Jullie willen dat scholingsmogelijkheden worden uitgebreid. Jullie willen gratis openbaar vervoer. Ja. En dan niet alleen bussen, maar ook die Randstadrail die hier achter de bibliotheek langsrijdt. Maar waar moet het dan ten koste van gaan, vraag je dan af? Ja, wat wij ook als programmapunt hebben staan als enige partij, is dat wij willen gaan snijden in de gemeente. We doen nou zaken binnen de gemeente. We hebben complete departementen voor belastingen, gemeentelijke belastingen. Nou, dat kun je centraliseren. Je kan dus zeggen, alle lokale belastingen weg, dat hebben wij ook echt staan. Laat de belasting maar in door de Belastingdienst. Ik bedoel, die doet elk jaar voor iedereen, alle Nederlanders, de belasting heffen. Daar kan ook wel een postje gemeentelijke heffingen bij. Ja, maar dan zou dat op 16 miljoen Nederlanders, zou dat dan voor hoeveel Zoetermeerders zijn er inmiddels? 121.000 Zoetermeerders. Ja. Zou daar een uitzondering gemaakt moeten worden? Nou ja, dat is niet een uitzondering. Want kijk, je zou dat natuurlijk, op den duur zou je dat natuurlijk landelijk moeten gaan doen. Ja. Maar proef. Zoetermeer als proefproject aan. Ja. Daardoor kun je behoorlijk snijden in het gemeentelijke apparaat. Ja. Een ander punt die we hebben gesteld, maar dat is dan voor de provinciale verkiezingen. Provinciale staten kun je opheffen. Maar even terug naar de lokale. Volgens mij wilt u ook dingen afschaffen, als ik me niet vergis. Ja. Onder andere het bureau jeugdzorg. Ja, precies. Dat kan dicht. Ja, bureau jeugdzorg kan dicht. Waarom? Even kijken, het ministerie van Jeugd en Gezin die wil in alle gemeentes een centrum voor jeugd en gezin hebben. Ja. Ja, daar zijn we natuurlijk voor. Dat is laagdrempeliger en daar zitten alle instanties zitten daarbij. Op dit moment heb je binnen Zoetermeer wordt het provinciaal geregeld. In de provincie heb je Stichting Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Daaronder heb je de bureaus jeugdzorg met andere zorginstellingen. Het zijn er veel meer als alleen maar de bureau jeugdzorg. En daaronder komt nu dan het Centrum voor Jeugd en Gezin. Uit het onderzoek van de Inspectie voor Jeugdzorg is gebleken dat het op dit moment niet werkt. Het werkt gewoon echt niet. Ik voer regelmatig procedures daarover. De methode zoals we die nu uitvoeren werkt niet. In Engeland is een studie geweest over meerdere jaren, waarbij ze gebruik maakten van het Comden-model. Waarbij dus alle instanties direct, op het moment dat er een melding komt, direct betrokken zijn, direct met een team naar dat gezin gaan, aan de keukentafel de indicatie maken, het daar ter plekke uitdraaien, de overeenkomst, de afspraken, zodat iedereen weet waar het over gaat. Daar gaan ze weg en ze gaan de hulp direct regelen. Korte termijn. Het gevolg daarvan was, dus zonder de schakel, het gevolg daarvan was dat de uithuisplaatsingen tot nul zijn gereduceerd. Hier in Nederland. Ik geloof u meteen, maar ik vind het zo weinig wat echt op Zoetermeer toegespitst is. Nou, ik heb meerdere gezinnen in Zoetermeer die begeleid met betrekking tot kinderen die op basis van geweld in de buurt uit huis geplaatst worden. Want ze worden geconfronteerd met geweld in de buurt. Dan denk ik, oké, wijkagent samen, waskracht, het project in Zoetermeer. Nou, dat werkt dus niet. Waarom werkt het niet? De mensen doen een melding. Er komt de agent opdagen. Nou, er komt geen wijkagent opdagen. Mm-hmm. Ik ben zelf in elkaar geslagen. In de buurt. Nou, ik ben naar het politiebureau geweest. Er kwam niemand direct even ter plekke kijken wat er aan de hand was. En er gebeurde helemaal niets. Okay. En dan denk ik van, ja, en als dat is symptomatisch voor Zoetermeer, vind ik. Precies. Dat gebeurt niet alleen in mijn wijk, maar in meerdere wijken. En als het gevolg daarvan is dat een minderjarige dus uit huis geplaatst gaat worden door jeugdzorg, omdat het niet werkt, omdat ze blootgesteld wordt aan gevaar, ja, dan deugt er iets niet. Okay. Tot slot een iets vrolijker overstapje. Achter u hangt de poster. Ja. Gratis openbaar vervoer. Niet alleen bussen, binnen Zoetermeer. Ja. Dat is ook wat u ons allemaal toewenst. Ja. Tot slot, verwachtingen qua zetels? Nou, in het eerste interview wat ik heb gegeven waren natuurlijk de verwachtingen laag. Die waren niet hoog, want het ging puur de kandidaatstelling was al een eerste winstpunt. Gelet op de reacties die we gekregen hebben, merk ik dat er dus best wel veel mensen gevoelig zijn voor verandering. En ik ga geen zetels noemen, maar het zou best wel eens verrassend kunnen zijn. Gaat vol vertrouwen nog de resterende week campagne voeren? Ja. Zeker weten. En succes. Ja, bedankt. Dank u wel.